Hi guys, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 23 januari, dus dat betekent een nieuwe week. En ik ga jullie meenemen. Ik wilde eigenlijk gewoon vloggen vandaag de hele week eigenlijk. Ik had er gewoon zin in. Ik ga niet echt heel iets bijzonders doen aankomende week. Maar ik ga gewoon, ja, ik ga jullie gewoon meenemen. Misschien zullen mijn plannen wel wijzigen. En ja, ik ga jullie gewoon meenemen. Ik heb gewoon zin om de week vloggen. En in de normale week. Want ik heb de aankomende tijd ook niet echt iets op de planning. Waarvan ik denk, oké, ik kan jullie meenemen in de vlog. Dus we gaan gewoon normale weekvlogs doen. Dat is ook wel leuk. Vind ik zelf ook leuk. Vandaag is het dus maandag 23 januari. Ik ga niet echt, ja, ik ga wel iets doen. Ik ga dus zometeen om 2:30 uit huis. Ik ga naar mijn zus haar werk. Want mijn zus is de piercing verloren. Tijdens het werk vanochtend. En dan gaan we eventjes kijken voor een nieuwe piercing in de stad. En na de stad gaan we dus even chillen bij mijn oma. Dat is ook wel gezellig. Ben ik er ook even uit. En ik dacht, ik ga me gewoon een beetje leuk aankleden. En mijn haar leuk doen. Oorbelletjes in, je kent het wel. En dan ga ik gewoon uit huis. Het is nu precies 8:30. We zijn echt net een minuut binnen. En we komen dus net van mijn oma. Maar we hebben vanmiddag in de stad hebben ook eten gehaald. Bij Asian Kitchen. En ik dacht misschien is het wel leuk om jullie te laten zien. Bij Asian Kitchen kun je dus fried rice halen en fried noodles. En kip met saus. Sweet chili saus. En je hebt echt verschillende gerechten. Maar ik heb dus de noodles. En mijn zus heeft de fried rice. En dat gaan we gewoon samen delen. En normaal zetten ze ook chili saus erbij. Maar chili saus hebben ze er dus niet bij gezet. Dus ik heb even mijn eigen chili saus gekocht. Maar dit is zo lekker. En zo goedkoop. Zeg maar zo'n bakje is 8 euro. Dus je kan het ook met beef, met shrimp kan je het nemen. Maar ik neem altijd beef en dan extra beef. Maar vandaag heb ik met chicken. Maar, dus dit is van de avondeten. Lekker, smula. Het ziet er echt lekker uit op camera. Nou guys, het is nu 9:15. En we kijken een hele leuke film. Dit is Scherpstellen. Dit is mijn favoriete film, Coming to America. Ik ben fan van deze film en van Rush Hour 1 en 2. Dus we kijken echt mijn favoriete film. Super leuk. Met z'n tweetjes kijken we naar Coming to America. Echt, als je wil lachen, moet je deze film kijken met Eddie Murphy. Dus dat zijn we nu aan het doen. Nou guys, het is dinsdag, het is 5:30 en we zijn er terug van de winkel. We hebben boodschappen gedaan, zoals jullie kunnen zien. Alsof het dus voor dit allemaal, hè. Bij de FOMAR heb ik 77 euro betaald. Ik vind het eigenlijk niet zoveel, maar ja. Ik ga er even snel doorheen. Misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik heb gekocht. Ik, zoals jullie weten, heb ik diabetes, dus ik moet echt op mijn suiker letten. Dus deze koop ik altijd. Het is zeg maar een no sugar. Feels die en is echt lekker. Mijn zus heeft deze. Deze vind ik zelf niet zo lekker. Ik heb nog cola sugar free. Fernandez. Ik loop dus nu bij de diëtiste sinds een paar maanden. En ze zegt in Optimaal zit dus niks met suiker. Dus ik mag alles van Optimaal mag ik eten en drinken. Dus ik heb deze gekozen. Mango passievrucht. Die heb ik wel al een keer op. Die is lekker. En een limited edition drinkyoghurt bosvruchten. Dan heb ik deze crackers. Want de diëtiste zegt dus ook dat ik donkere volkoren crackers moet eten. Dus deze van Bolletje. Ik heb ook nog donker volkoren brood heb ik gekocht. En ik heb deze volkoren crackers. Die heb ik ook gekocht. En deze eet ik dus elke ochtend. Ik heb vorige week, denk ik binnen 2 weken, heb ik een hele pak opgegeten. Dus ja, ik heb ook Shem gekocht. Want ik lust aardbei Shem.
Ik lust jam met pindakaas. Dus die heb ik gekocht. Dit heb ik gekocht. Magere kwark. Heinz sandwich spread. Voor op mijn crackers. Kaas. Mijn zus heeft Libanees brood. Komkommer. Dit vind ik ook echt lekker om op mijn crackers te eten. Hoe heet dit? Groenten voor de spaghetti. Oh ja, ik heb ook nog als snack. Als snack heb ik ongezouten cashewnoten. Dat is ook wel lekker. Gewoon een handje cashewnoten meenemen. En ik heb nog deze spa. Ik weet, het zit ook suiker in. Maar het is gewoon ook gewoon lekker. Ik zie knakworstjes. Dit voor de lasagne. Ik dacht misschien voor tussendoor ook een blokje kaas. Blokjes kaas. Pakje chips van de X-Way. Paturon zie ik. Ik zie gehakt. Voor de lasagne, Red Bulls van mijn zus, wat nog meer, rucola's ook van mijn zus, voor het Libanees brood met patourang, wat nog meer, koekjes heeft mijn zus uitgekozen. Het is af en toe ook lekker om gewoon een koekje te eten. En dit was in de aanbieding, Yoma salade was deze week in de aanbieding en gewoon van Foma merk zelf. Sardine zie ik, sla voor bij de lasagne. Dit vind ik echt lekker. Dit moet je dan gewoon snijden. Kan je dan zo eten. Ook lekker als tussendoor. Oei, pardon. Wit brood voor de tosti's. Ik ben een beetje sneller doorheen gegaan. Dus dit zijn de boodschappen. En dan ga ik nu even alles in de kasten doen. Het is vandaag woensdag 25 januari en het is 6:55. Ik heb me vandaag gewoon verslapen. Ik verslaap me nooit. Voor school kan ik me verslapen. Maar voor werk verslaap ik me nooit. Ik heb ook gewoon niet goed geslapen vanochtend. Maar ja, ik ben wakker. Mijn zus moet ook werken vandaag. Dus we gaan iets eerder uit huis zodat ze mij op het werk kan zetten. Dus ik denk dat ik misschien 5 of 10 minuten later ben. Ik heb er gevraagd of ik met haar mee mag rijden. Want als ik met de tram ga, ben ik veel langer onderweg. En mijn zus en ik werken ook niet zo ver bij elkaar vandaan. Dus dat is wel fijn. En ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb gewoon deze blouse aan van de Zara. Deze, hoe heet dit, paars. Ik heb deze blouse eigenlijk nooit aan. Maar ik had geen zin vandaag in een broek. Dus ik heb deze zwarte legging aan. Van Terstal hier uit Diemen. En hij komt precies over mijn billen. Dus dat is wel fijn. Dan kan ik dit gewoon met een legging aan voortaan. Want ik had echt geen zin in een spijkerbroek. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. En ik ga mijn haar vandaag ook losmaken, denk ik. Ik ben er helemaal klaar mee. Gisteravond is hier een vlechtje onderuit gegaan. Dus die is... Ik kan het nog net opkofferen. Maar het is gewoon tijd dat ik het losmaak. Ik heb het al een maand. Dus ik ga het losmaken. Het ziet er ook niet meer uit. Het jeukt. Ik wil mijn haar wassen. Ik wil mijn haar terug. Dus ik ga het vanmiddag. Oeh. Vanmiddag ga ik het dus losmaken. Maar dus dit. Ik ga even mijn tas inpakken. Eten klaarmaken. En dan ga ik er vandoor. Doei. Het is nu 8:45. Ik ben altijd klaar met mijn haar. Ik heb mijn haar dus gewassen en ik heb dus nu een leave-in masker in.
En dat laat ik dus zitten. Ik heb zeg maar zo'n netje van mijn zus. Dat het mijn bonnet niet raakt en vies maakt. Maar mijn hoofd is echt groot zo. Maar ik ben dus lekker gedoucht. Ik heb mijn haartjes lekker gewassen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het was echt niet zo heftig om uit te komen. Normaal zit het echt in elkaar. Omdat die beeld op van je breed en je breed. En zeg maar, ja, door het waksen zo is zeg maar, ja. Als je haar vlecht, you know, you know. If you know, you know, bedoel ik. Als je haar vlecht. Dus het was niet zo moeilijk om uit te komen. Ik ben echt blij dat ik mijn haar los heb gemaakt en lekker heb kunnen wassen. Lekker een maskertje in. Nu is het 8:45. Ik ga niet echt veel meer doen. Ik ga deze vlog wel editen. En dan, ik ga gewoon chillen. Morgen moet ik alleen naar school. Ik wilde ook even de stad in. Dus ga ik ook eventjes doen in mijn eentje. Dus dat is ook wel weer leuk. Maar voor vandaag ga ik de vlog afsluiten en ik kan niet wachten. Mijn haar morgen te doen. Want het is echt bij jou. Ik ga het niet eens meer laten zien. Dus voor nu sluit ik de vlog af. En dan zeg ik tot morgen. Hi guys. Leuk dat je nog steeds kijkt naar deze vlog. Het is nu. Het is vandaag donderdag. Het is bijna 2:55. Zoals jullie zien heb ik mijn masker uitgespoeld. En heb ik mijn haar. Heb ik alleen maar producten erin gezet. Ik vind echt dat mijn haar is gegroeid. Kijk even. Het komt gewoon hier zo. Het lijkt misschien niet zo, maar ik vind wel dat het echt is gegroeid. Ik ga mijn haar ook even droogveunen zo meteen. Want als ik zo over straat ga, dat wil ik niet. Maar ik zou iets zeggen. Ja, ik zei gisteren al dat ik naar de stad zou gaan vandaag. Even de Primark doorsnuffelen. Ik moet naar de Kruidvat. Ik lust een bubble tea. Ik lust iets lekkers om te eten. En ik ga gewoon eventjes me time. Even gewoon alleen. Ik heb er echt zin in. Gewoon om eventjes alleen iets te doen. En ik dacht, ik trek een leuke outfit aan. Ik ga mijn haar doen. Maar ik zal jullie even nog mijn outfit laten zien. En ik heb dus deze. Wat is het? Trui of sweater? Een sweater is toch met een capuchon. Nou, ik heb dus deze sweater aan van de Primark. En het heeft een hele leuke opdruk op de achterkant. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik weet dus niet wat op de sweater staat. Maar ik vond hem zo leuk. Hij was ook maar 7 euro, dus deze heb ik gekocht. Ik heb het aan met de broek van de H&M. Met de splitbroek en gewoon met mijn Converse. Ik heb mijn nieuwe Converse nog steeds niet aangehad. Omdat ik niet echt een hele leuke outfit erbij heb. Maar dit is gewoon mijn outfit. En ik trek gewoon mijn zwarte jas aan en gewoon een tasje erbij. Zo leuk maar. Dus dit is mijn outfit. Ik ga even kijken hoe laat de trein komt. Ga ik een treinkaartje kopen en dan ga ik er vandoor. En ik ga jullie meenemen. Valt nog mee. Het is niet echt een plane, maar wel nee, precies. Nog steeds kijken naar deze weekvlog. Het is vandaag vrijdag 27 januari en het is 9:05. Ik ben vandaag vrij. Ja, dat zei ik best wel zo vrij. Ik heb een lang weekend
En ik ga dus vandaag met mijn zus mee. Ze heeft weer een afspraak in Rotterdam. En daarna gaan we samen met z'n tweetjes lunchen in Rotterdam of Amsterdam. Ik denk eigenlijk Amsterdam. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Ik heb weer een leuke outfit aan. Mijn haar zit beter dan gisteren. Ik hoop dat het een beetje normaal blijft zitten. Want gisteren door de wind was het helemaal verpest. Maar ja. Dus dat ik heb mijn tas ingepakt, ik heb mijn outfit aan. Ik ga nog even een plasje doen. En dan gaan we eigenlijk, denk ik. Maar ik ga jullie eerst mijn outfit laten zien. Super cute. De top aan van H&M. En dit is een beetje zo laag uitgesneden. Vierkantachtig. Een zwarte broek van de H&M ook. Zwarte broek en dan gewoon met mijn Converse. Super leuk. Ik vind het echt leuk. Ik hou van deze top. Hij was ook niet zo duur uit de sale, guys. Ik koop alles in de cel. Ik maak nog even mijn tv uit. Ga ik een plasje doen. Jas aan. En dan gaan we weer. Super leuk. Love it. Leuk, leuk, leuk. Girl, ik heb genoeg. Girl, ik heb genoeg. Alles wat jij doet. Alles wat jij doet. Nee, ik moet een stukje in mijn rug. Ring, ring, but me not picking up. Shawty, why you calling me up? Long talk, we don't do none of that. We staan geparkeerd, het is Koru. Nou, we zijn er bijna. We moeten nog even wachten op Siomara en dan kunnen we naar binnen. Ik heb die drie wafels gegeten en ik heb geen trek meer. Nou, met een beetje trek. Een beetje trek. We are here. Almo, we zijn er al. Leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. We zijn eigenlijk weer aan het einde gekomen van deze weekvlog. Dat komt omdat vandaag zaterdag is. Vandaag heb ik niks gevlogd. En morgen is het zondag. Ik heb eigenlijk niks bijzonders gedaan. Daarom sluit ik de vlog vandaag af in plaats van morgen. Ik weet ook dat ik niets meer ga doen. Het is gewoon zondag en ik ga gewoon lekker chillen. Lekker thuis in mijn bed zoals ik nu ook aan het doen ben. Dus ik dacht ik ga deze vlog gewoon vandaag al afsluiten. Maar voordat ik het ga afsluiten wilde ik het nog wel eventjes ergens met jullie over hebben. En waar ik het over wilde hebben was over het lunchen. We zijn dus gisteren gaan lunchen bij Corner Bakery. En ik had helemaal de verkeerde bestelling. Ik had het wel besteld. Maar eigenlijk wilde ik zeg maar net als die andere toastjes met bacon en ei. En ik had opeens een bagel met avocado, roomkaas en ik had gewoon pasteerde ei. Dat is gewoon vies. Dus je weet toch als je die dingen niet vaak doet. Ik ga niet vaak lunchen, ik ga vaak nergens. Dus dan kom je ergens en dan... You're messing up the whole order. Maar het was wel heel erg gezellig. Het was echt even fijn om met mijn nicht bij te kletsen. Een hele andere vibe dan dat ik totaal... Totaal een hele andere vibe dat ik gewoon normaal gewend ben. Dus het was echt, echt, echt super leuk. Deze week heb ik ook niet zoveel gewerkt. Ik had mijn dienst ook weggegeven. Of ja, geruild met een collega. Dus dat ik gewoon wat meer dagen vrij was en gewoon lekker rustig aan kon doen. En wat ik ook nog wilde zeggen is dat ik gisteren, dus van mijn nicht Sio, ook een heel erg leuk cadeautje heb gekregen. Ik ga jullie even laten zien. Ik ga het even pakken. Dan ga ik jullie laten zien. Ja, oké, mijn camera staat. Misschien jullie zien... Wow, misschien dat ook. Misschien zien jullie het hier achter staan. Ik heb dus een... kennen jullie dat? Uit zo'n doos. En dan maak je het open en dan komt die ballon eruit.
heb ik dus een ballon gehad. Kijk hoe leuk. Er staat op dikke knuffel met tot zo cute. En nog met een hele mooie kaart. Er staat op je bent goud waard. En met een hele leuke foto van ons. Oh. Ik hoop dat je het een beetje, ja, met een hele leuke foto van ons. Dus er staat ook een hele mooie tekst in. Het is heel erg persoonlijk. Ik heb ook een traantje gelaten. Me cry. Ik heb gewoon gehuild. Omdat het gewoon heel erg persoonlijk was en heel erg lief. En dit heeft nog nooit iemand voor me gedaan. Een ballon opgestuurd met een kaartje. Dus ik heb Sio sowieso al geappt. Maar Sio en Kiyomi, als jullie dit zien. Ik hou echt van jullie. En ik vind het echt super lief dat ik dit gewoon heb binnengekregen. Ik had het echt niet verwacht. Mijn zus zei, ja, ik heb een pakketje en het is nog niet bezorgd. Ik zeg, ja, wat heb je besteld dan? Ja, gewoon iets. Normaal zegt ze altijd als ze iets wat ze heeft besteld, maar deze keer zei ze het niet. En het was dus mijn ballon en mijn kaartje. Dus dat vond ik ook heel erg lief. Echt gewoon niet verwacht. Heel erg lief en dat wilde ik dus nog even laten zien in de vlog. En wat ik nog ook en wat ik ook nog wil zeggen is iedereen die mijn video heeft geliked en een hele lieve ontroerende reactie heeft geplaatst. Daarvoor wil ik jullie allemaal bedanken. Ik heb alle reacties gelezen. Ik heb ook op alles gereageerd. En ik vind het gewoon heel lief. Ik wist niet. Ja, het is toch wel anders als zoveel mensen je advies geven. En dat zoveel mensen je complimenten geven. Ik had een reactie gelezen. En diegene zei dat je eigenlijk je volgers als je vrienden moet zien. En dat ze mij volgden omdat ik niet zo als de anderen ben. Ik weet even niet meer hoe. Maar iets in die richting. En dat vond ik dus heel speciaal. En daarom dacht ik, ik ga ook gewoon week vloggen. Omdat ik het gewoon echt super leuk vind om te doen. En ja, ik heb alles gelezen. Super bedankt iedereen. Ik vind het echt heel lief, heel ontroerend. Ik heb ook best wel lang gewacht om gewoon te reageren. Omdat ik ook gewoon eigenlijk niet wist hoe ik op iedereen moest reageren. Omdat ik zulke lieve reacties en zulke lieve woorden niet gewend ben. Dus als je vond dat ik een beetje lang heb gewacht om te reageren. Mijn excuses, dat komt gewoon door dat ik het gewoon niet gewend ben. En dat ik gewoon even ongemakkelijker van werd. Maar ik wil wel dat jullie weten dat ik het heel fijn vind en heel mooi. En dat ik jullie heel dankbaar ben. Dus bij deze komen we ook aan het einde van deze vlog. Ik ga deze vlog ook hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze weekvlog. Ik hoop niet dat het super lang is. Ik heb mijn best gedaan. Dat het niet 34 minuten, 35 minuten duurt. Ik hoop het niet tenminste. Dus dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Ik bedoel abonneren op de rode knop en een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie bij de volgende weekvlog. Doei!